Welkom bij de yoga, de flow yoga. Leuk dat jullie kijken. Kom maar eerst zitten op je mat. We gaan 50 minuten flow yoga beoefening doen. En we beginnen met het in jezelf landen, je adem volgen. Als je wil mag je je ogen sluiten. Vind je het fijn om gewoon naar een punt in de ruimte te kijken, ook helemaal goed. En neem eerst de tijd om goed te landen op je beide zitpotten. Je aandacht wat naar binnen bewegen. Eventjes alle prikkels om je heen laten. Het is ook fijn om in je huis een plek te zoeken waar je even de komende 50 minuten niet gestoord wordt. En vind je adem. Dus je mag je mond gewoon op elkaar. Sluit je ogen of kijk naar een punt. En adem in door je neus. 1. Adem uit door je neus. En adem in door je neus. 2. En adem weer uit door je neus. Adem in door je neus. 3. Voel ook dat je buik opbolt. En adem uit. En zo gaan we door. Adem in. 4. En ga zo door met het volgen van je adem voor 10 keer. Adem in 5. Even bovenin vasthouden. En adem uit. Even onderin wachten. Vertraag daarbij je adem, je hartslag. 6. En adem vol diep uit. Adem in 7. Zak steeds meer in het lichaam. 8. Word je steeds meer bewust van het opbollen van je buik op je inadem. En het dalen van je buik op je uitadem. Laatste keer vol diep in. Vol uit. En neem je armen via zij mee omhoog. Adem in. En adem uit. Laat je armen voorlangs gekruist zakken. Adem in. Neem je armen mee. En voorlangs kruisen. En beweeg op jouw adem. Inademend. Armen omhoog. Uitademend. Armen naar beneden. Plaats je handen achter je hoofd. En op je uitadem. Twist je naar links. Terug in het midden. En twist naar links. Weet dat je op elk moment, wanneer je afdwaalt met je gedachten, het gebeurt continu. Maar weet dan dat je terug kan keren met je aandacht naar je in- en volgende uitadem. Weet dat je ademt. Eindig in het midden en vanuit hier buig je opzij. Ervaar de stretch langs de zijkant. De adem is de rode draad door deze hele les. Je zult merken dat hoe meer je connect met je adem, hoe vloeiender de bewegingen gaan. Terug in het midden plaats je handen op je knieën. En kom naar voren met je gewicht, naar zij, naar achter en naar links. Bol maken van je rug voor en het bol maken van je rug achter. Begin klein en maak die cirkel maar steeds een beetje groter. En voel hoe je je gewicht verplaatst van je ene zitvlak op je andere zitvlak. Eindig in het midden en cirkel de andere kant op. Lekker om aan het begin van de les nog wat warme kleding aan te houden. Straks krijg je het warm tijdens de staande houdingen. Kun je altijd laagjes uitdoen. Nog 2 grote cirkels. En nog 1. Strek beide benen naar voren. Adem in lengte. Adem uit, buig voorover. En adem hier voor 3. 2. En voel maar op je
je uitadem dat je steeds een beetje meer zinkt. Trek je tenen wat meer naar je toe. En kom omhoog. Plaats je handen achter je. Plaats je voeten tegen de mat. En lift je bekken in de lucht. Adem in. En adem uit. Laat zakken. Inademend. Neervasana. Omgekeerde plank. Let op je nek. Lengte. En lift je stuit op. Dicht in de lucht. En terug in het midden. Herhaal. Strek je benen. Beide benen naar voren. Adem in. Flex je voeten. Adem uit. Kom naar je vooroverbuiging. Laat de spanning van je polsen afzakken. Van je nek en je schouders. En roll up. Plaats je handen achter je. Plaats je voeten tegen de mat. En lift op. Inademend. Voel de kracht in die armen. Maak je houding licht door je bilspieren wat aan te spannen. En je borst richting de lucht te reiken. Nog één keer. Adem in. Adem uit. Strek je beide benen naar voren voor de halve koeienkop. Kruis je rechterbeen helemaal over. Strek je rechterbeen lang en je linkerbeen ligt er overheen tot daar waar gaat. Adem weer in, adem in. Arm omhoog, adem uit. Buig voorover. En adem hier voor 3. 2. 1. Ga maar naar de sensatie toe die je voelt. Aan de achterkant van je been, rug. Kom omhoog. En buig nu op je rechterknie voor de hele koeienkop. En vanuit hier buigen we weer opzij. Laat je voeten gewoon liggen. De laagte van de knieën, dat is heel persoonlijk. Daar waar je benen uitkomen. Je ervaart ook een stretch over de buitenkant van je bovenbenen. Dat is persoonlijk waar je het voelt. Nice. Wissel. Linkerbeen wegstrekken. Rechterbeen eroverheen. Adem in. En adem uit. Buik voorover. En let op die knieën. Hou je gewrichten zacht. Laat je hoofd maar wat meer hangen. En word je weer bewust van je adem. Ga maar met je aandacht naar dat wat je voelt in je lichaam op dit moment. Zonder te labelen. Kom omhoog, rollend. Om je linkerknie op te buigen voor de hele koeienkop. En we buigen naar rechts. Terug in het midden. Adem uit, buig naar links. En vanuit hier bewegen we via de handen de knieën. En je mag je knieën. Heupbreedte uit elkaar plaatsen. Handen recht onder je schouders. En strek je rechterbeen ver weg naar achter. Je linkerarm ver weg naar voor. Voor het versterken van de rug. Het strekken van de rug. Adem in, lengte. En adem uit. Plaats je hand terug. Spreid al je vingers. Inademend wegrijken. Uitademend terugplaatsen. Herhaal dit nog 2 keer. En eindig dan met je rechterbeen achter, je linkerarm voor. Buig je rechterknie, flex je voet. En volg je linkerarm door naar achter om misschien je voet te pakken. Inmiddels span je buikspieren op. We blijven voor 3 ademhalingen in deze twist. En laat je voet maar los. Plaats je knie weer recht onder je heup. Strek je linkerbeen naar achter. Rechterarm naar voren, buig je linkerknie, flex je voet en volg je rechterarm naar achter. Pak eventueel je voet vast en duw je voet wat meer in je hand. Kijk langs je rechter schouderberg, span je buikspieren wat meer op. Adem vol diep in, adem uit en laat je voet los. Nice, maak een bolle rug op je uitadem. En adem in, knieën naar buiten. Beweeg naar je child's pose. Handen reiken ver en de veen naar voren.
hier bewegen we via de handen de knieën, tenen tegen de mat, naar je downward facing dog. En wandel, buig je rechterknie, buig je linkerknie en draai je hoofd maar van links naar rechts. En ga hier maar rustig mee door, ervaar de stretch over de achterkant van je benen. Misschien wordt het tijd om een trui uit te doen, ben je inmiddels goed warm. Hier opbewegen. Dus buig en strek. Kijk langs je schouder weg. Nog twee keer. En wandel met je beide voeten tot tussen je beide handen. En vanuit hier gaan we ons zitvlak helemaal laten zakken. Richting de vloer, armen naar voren. Rijken. En op je uitadem plaats je je vingertoppen naast je voeten. En strek je rustig op. Herhaal, buig je beide knieën, hou je bovenlijf dicht bij je bovenbenen. En adem uit, plaats je vingertoppen, strek rustig op, laat je hoofd helemaal hangen. En buig. Tenen wijzen recht naar voren, jouw diepte. Strek lang, buig je beide knieën en rol maar wervel voor wervel omhoog. Als laatste je schouders. Mooi, kom voor aan je mat voor de sun salutation van yoga. Grote tenen als ankerslot bij elkaar. Mocht je wat snel uit balans raken, zet je voeten dan heupbreedte uit elkaar. Dat geeft wat meer stabiliteit. Handen voor je borst en strek jezelf lang voor de berghouding. Adem uit, laat je handen langs het midden bewegen. Buig je knieën en plaats je vingertop aan weerszijde van je voet. Strek de benen op, strek je rug. Buig je beide knieën en stap rechts links naar achter, hoge plank. Plaats je handen helemaal tegen de mat en stap rechts links, hoge plank. Vanuit hier mag je je knieën plaatsen. En buig je ellebogen, kom maar plat liggen op je buik. Strek je beide benen weg, strek je armen zijwaarts, lift je beide benen, adem in. Back extension. Adem uit, plaats je handen terug en beweeg via je knieën. Je bal van je voeten. Kijk even naar je handen. Spreid al je vingers en al je vingertoppen tegen de mat aan. En dan ga je benen opstrekken. Neem de tijd. Drie in- en uitademingen. Om je hielen wat meer te laten zakken. Je stuit wat meer in de lucht te bewegen. En je borstbenen wat meer te laten zinken. Richting je bovenbenen. Ruimte komen in je onderrug. Merk je dat je de onderrug afvlakt. Buig je knieën dan een beetje. En dan merk je dat er meer ruimte ontstaat. Oké, lift twee hielen. Buig je beide knieën. Kijk tussen je vingers door naar voren om te stappen rechts links. Tussen je handen te verlengen op je inadem. Rechte rug. Uitademen. Buig dieper. En vanuit hier rol je omhoog. Verdeel je gewicht over beide voeten. Adem in berghouding. En adem uit. Handen weer voor je borst. Herhaal. Adem in berghouding. Adem uit. Laat je handen langs het midden bewegen. Laag. Inademend. Flat back. Uitademend. Hoge plank. Stap rechts links. Adem eerst in en vervolgens uit, terwijl je je ellebogen buigt. Kom plat liggen op je buik. Adem in, strek je benen weg. Strek je armen weg. Adem uit, plaats je handen onder de schouders. Via de knieën, bal van je voeten, naar je downward facing dog. Adem voor drie. Zoals aan het begin van de les, de adem tellen. In door je neus. Twee. Adem uit, zink wat dieper. Adem in door je neus, drie. Adem uit, lift beide hielen, buig beide knieën en stap tussen je handen. Meteen verlengen, strekken, verdiepen, buig beide knieën en roll up.
Beweeg je armen via zij. Adem in. En adem uit. Heel goed. Laten we dit nog twee keer herhalen. Berghouding. Volg je eigen in- en uitadem. Je weet de route. Het is lekker om op je eigen flow van je adem te bewegen. Dus luister goed wanneer jouw in- en volgende uitadem komt. Inademend is trekken. Uitademend is buigen. Inademend is blijven. Uitademend is verdiepen. Inademend is voelen. Uitademend is dieper zinken. Inademend is stuit wat meer liften. Uitademend is hielen wat meer laten zakken. En lift je beide hielen in. Uit. Stap rechts links tussen je beide handen. Verleng op je inadem. Uitademen, dieper zinken en rollen. Adem naar je vingertoppen toe. Adem naar je tenen toe. Laatste keer. In. Adem uit. Adem in. Blijf aan weer bezig. Voel je voeten contact maken met de mat. Voel je handen contact maken met de mat. Yoga is heel mindful. Alles wat telt is nu in de houding. Dat je voelt op het moment in de houding. Laatste keer met links. Buig naar links. Beweeg terug in het midden. Stap je linkervoet ver weg naar achter. Laat je achterste heel goed tegen de mat aan landen. En beide armen laten we zakken.
vingers in elkaar. Beweeg je vuisten richting de vloer. Borstel. Lift je achterste heel en buig. Zinken hier wat dieper in de houding voor 3. 2. 1. Strek op. Stap je voorbij en beweeg beide armen weer in de lucht. Om vervolgens je rechterknie op te tillen. Beweeg je handpalmen net boven je knieholtes, ellebogen naar buiten. Even staan op 1 been. Beweeg je armen zijwaarts. Laat je knie daar waar die is. Rijk je handen ver. Kruin in de lucht. En als je wil, mag je je benen strekken. Flex je voet. Tenen naar je toe. Beweeg je arm naar voren en langs je lichaam. Handpalmen richting de lucht. Passeer je voet langs het midden van je been. En strek hem naar achter. Je bent horizontaal met de vloer. Je buigt je linkerknie. Nog 1 keer vol diep in. Vol diep uit. En op je inadem kom je weer staan. Stevig en stabiel op beide voeten. Andere been. Verplaats je gewicht naar je rechterstandbeen. We liften ons linkerbeen. Pak je been vast, elleboog naar buiten. En neem hier echt de tijd om de kracht te voelen onder je voetzolen. Voetzool omhoog, lengte te maken in je lijf. Armen zijwaarts wegstrekken. Als je wil mag je je been strekken. Jouw hoogte natuurlijk. En beweeg je armen maar naar voren, adem in. Langs je lichaam, door naar achter. Vind ook in de houding je rustmoment na elke in en volgende uitadem. Laat de adem stromen door je neus. Adem in, kom weer terug op beide voeten. Herhaal deze serie, rechterbeen lift. Elleboog naar buiten. Strek je been weg, armen weg. Beweeg je armen naar voren. En dan langs je lichaam naar je aeroplane pose of je warrior tree pose. Krijg er 3. Kom terug in het midden. Linkerbeen lift, elleboog naar buiten. Om bij te komen in
voldoende houding. Laat je schouders maar wat zakken, plat op je rug. Laat de spanning van je polsen afzakken. En als jij er aan toe bent, je mag hier ook blijven als het echt vermoeiend voor je was. Mag je ook nog even hier blijven. Voor de mensen die wat meer uitdaging nodig hebben vandaag. Die mogen nog een keer meegaan met de tweede ronde. Tenen tegen de mat. Kom naar je downward facing dog. Lift je rechterbeen hoog in de lucht. En dit keer buigen we onze rechterknie richting onze rechter elleboogpuntje. En je beweegt je schouders boven je polsen. Inademen. En uitademen. Inademen. En voel tot waar jouw been kan reiken. Het gaat over kracht, fixatie. Adem. Laat je rechterbeen zakken om te wisselen met je linkerbeen in de lucht. Adem in. En kom naar voren. Schouders boven je polsen. Inademen, strikken. Volgens mij zei ik net wat anders. Uitademen, kracht. En inademen. Weet dat je ademt. Laat je been zakken. En beweeg weer naar Child's Pose. Nu komen we allemaal weer samen in Child's Pose. Laat je armen zakken. Leg de rug van je hand tegen de mat. Laat je voorhoofd tegen de mat aanlanden. En adem hier nog voor 3. Voel wat het met je lichaam heeft gedaan, deze laatste krachtoefening. Terug onder de schouders. Kom naar je alvoorspositie. Knieën onder je heupen. En vanuit hier mag je weer naar je plank komen. Yes. En op deze manier plankpositie. Rechterknie beweeg je in. En strek je rechterbeen maar naar links. Dus je hoop dat jullie mij kunnen zien. Met je hand op de vloer. Je been strek je weg naar links. Je rechterbeen naar links. En nu ga je langzaam je voet weg laten schuiven opzij. En kom je liggen. Je handen onder je schouders en dit geeft een stretch over de buitenkant van je rechterheup. Kom omhoog, lift je borst op. Trek je knie iets meer in richting je rechterpols voor de swan pose. Yeah. Het middenlange, je knie is achter je rechterpols en zink met de vloer voor de sleeping swan. En ook hier adem je voor 3, 2, 1. Laat je linkerheup wat meer zakken richting je heel. En strek je linkerbeen wat verder weg. Handen terugplaatsen onder de schouders. We liften de borst op. En bewegen weer terug naar je hoge plank. Linkerknie intrekken naar de borst. Kijk naar rechts. En beweeg daar je voet naartoe. Yes, kom maar zakken. Buig je elleboog als een push-up. Kom liggen. En ervaar de lichte stretch over de buitenkant van je linkerbeen. Je rechterbal van je voet houdt nog contact met de vloer onder je. Lift de borst op. Adem in. Zet af. Trek je linkerknie in achter je linkerpols. En laat je rechterbeen achter schuiven. Verder. Om uiteindelijk te zinken in je sleepy swan. Hoe voelt het in je knie, in je linkerknie? Als je merkt dat het daar wat pijn heeft in het gewricht. Vaak als er wat knieblessures zijn, is dit een best nauwe positie voor je knie. Dan is het lekkerder om op je linkerbeen te komen zitten. De hoek wat groter te maken, de hoek van 90 graden. En je achterste knie ook te buigen. En dan op deze manier in de houding te komen. Ja, de
is een stretch sensatie. Is altijd goed om te voelen in de spier. Dus in de groene zone. Pijnscheuten in het gewricht is bij yoga not done. Dus dat betekent dat of de positie te nauw is voor het gewricht. Pas je houding dan aan. Waak daarover. Lift op, adem in. En beweeg weer terug naar je hoge plank. Yes. Gaan we nog een keer. Rechte knieën. Strek hem naar links. En naar je hip stretch. Actief lig je hier met je handen onder je schouders. Je bent niet volledig tegen de mat geland. Je borst is nog wat op. Je schouderbladen zijn plat. Lift op. Breng je rechterknie in, achter je rechterpols. En kom naar de Sleepy Swan. Jouw optie. Voel je vrij om jouw optie te doen in de houding. Wat je wel mag voelen is een stretch langs je bil. Langs de buitenkant van je rechterbeen. Misschien voel je ook als de spieren aan de binnenkant van je benen erg stram staan. Voel je misschien daar ook een stretch. De spanning is van je rug af als je ligt. Laat de handen voor de laatste keer terug. Adem in. Lift je borst op. Bal van je voet tegen de mat. En beweeg je naar je hoge plank. Voor links. Linkerknie in. Kijk naar rechts. Strek je rechterbeen weg opzij. Zink met de vloer. Flex je voeten van je linkerbeen. Lift de borst op. Adem in. Linkerknie in. Achter je linkerpols. En daar gaan we. Sleepy Swan of Deerpals Hertz. Handen terug. Inademend liften. Uitademend hoge plank. Smelt met de mat voor de vinyasa. Adem in. Upward facing dog. Strekken van de rug. Downward facing dog. Wandel met je voeten tot tussen je beide handen. Armen bewegen naar voren en kom helemaal zitten. Yes, wel lekker. Plaats de handen als het genoeg is. En kom dan zitten voor de spreid zit. Nog met je knieën gebogen. Je handen aan de binnenkant van je benen. En voel maar even na. Ervaar je een stretch aan de binnenkant van je benen. Kijk of we de benen wat verder weg kunnen bewegen. En de handen wat verder naar voren. Neem de tijd om in jouw spreidstand, jouw spreidzit te komen. Adem in. Adem uit. Wellicht nog een beetje meer. Handen wat verder naar voren. En blijf helemaal binnen je eigen kunnen. Dat is heel erg belangrijk. Dus je hoeft geen pijn te lijden. Heel persoonlijk. Afhankelijk van welke sport je altijd hebt beoefend. Dus voel je vooral niet stijf. Dat is een oordeel, hè? Als je denkt van jeetje, wat ben ik stijf. Hè? Laat dat. Wat je voelt klopt helemaal. Dat hoort ook bij jou. Doe gewoon een stapje terug. Roll up. Wervel voor wervel. Beweeg je benen tot weer een smalle positie vooruit. En dan gaan we vanuit hier liggen op de rug. Liggen op de rug. Je hielen in één lijn met je zitvlak. Armen langs je lichaam. En we bewegen op naar de bridge pose. Adem in, slik je rechterbeen in de lucht. Adem uit, kruis je rechterbeen helemaal over. Armen bewegen via hoog tot schuin boven je hoofd. En adem hier voor 3. Laat je armen helemaal liggen. 2. Hoe lig je op je schouders? Is je nek lang? Kin naar de borst. We strekken ons rechterbeen terug. En plaats je voet ook weer terug. Heupenbreed uit elkaar. Linkerbeen. Adem in. Rise and shine. Adem uit, kruis hem over. Je armen zijn beneden.
Yes, dus beweeg ze van hoog naar beneden. Laat je armen landen, beweeg je bekken wat hoger. En beweeg je stuit wat hoger richting de lucht. Ontspan de spieren in je gezicht. Linkerbeen weer terug in de lucht. Laat je voet zakken, voel jezelf in het midden. En op je uitadem, roll down. Deze doen we nog een keer. Armen wat dichterbij. Roll up, wervel van je stuit tot aan je schouderbladen. Inademen, linkerbeen dit keer als eerste. Adem uit, laat je benen overkruisen. Alsof je met je beide benen gekruist op de bank zit. En lift je beide armen, rijk ze ver weg, schuin boven je hoofd. Adem hier voor 3. De ribben zetten uit op je inadem en dalen op je uitadem. 2. Nog 1. Inademend linkerbeen zakken, strekken. Uitademend plaats je voet neer en dan gaan we met rechts. Inademend strekken. Uitademend overkruisen. Laat je armen zakken. En smile hier in de houding. Voor 2 nog. Voor 1. En strek je rechterbeen in de lucht. Plaats je voet neer. En roll down. Wow, voel de achterkant van de benen. Beweeg je beide knieën naar je borst. Sla je armen eromheen. En beweeg je neus naar je knieën, knieën naar je neus. En kom je liggen. Herhaal. Uitademend. Round we go. Ellebogen naar buiten. En adem in. Zakken. Nog 1 laatste keer. Is lekker voor je onderrug. Neutraliseren van de spieren in de rug. En adem uit. Kom helemaal liggen. Met je armen zijwaarts. En laat beide knieën naar links zakken. Laatste houding, twist, om mee te eindigen. En dan gaan we door met de Savasana, relaxation. Hoe voelt je lichaam op dit moment? Zing maar op je uitadem wat meer mee. Wat meer landen tegen de mat om je voor te bereiden. Op de ontspanning. Beweeg beide knieën terug in het midden. En laat beide knieën naar rechts zakken. En je hoofd draait naar links. Beweeg je linkerarm overhoog. En support jezelf via je zij omhoog. Oké. Okay. Jullie mogen even de tijd nemen om een dekentje erbij te pakken. Lekker als je stil ligt om een dekentje over je heen te doen en een kussentje voor onder je hoofd. En dan mag je komen liggen op je mat met een kussentje onder je hoofd en een dekentje over je heen. Dan ga ik iets rustiger de muziek opzetten. Dan gaan we voor de 10 minuten Savasana relaxation. En deze relaxation hoort echt bij de yoga flow. Dus het is goed om na inspanning echt die ontspanning te pakken, dan is deze les echt helemaal af. Dan heeft het een betere uitwerking. Uitadem. Te zinken in je lijf.
bewuster te worden van je lichaam. Dat wat je voelt. Voel weer die stroom van je adem in. En uit. En weet dat je op je inadem nieuwe energie tot je neemt. Nieuwe verfrissende energie. Helemaal in je rechterhand. Alles is in je rechterhand. Voel de sensatie. Voel je handpalm. Voel al je vingertopjes van je rechterhand. Langs je rechterarm omhoog naar je schouders en je nek. Je glijdt helemaal af naar langs je linkerhand. En land maar helemaal in je linkerhand. Zak er maar helemaal in. En al het andere is nu even niet belangrijk. Alleen maar dat wat je voelt in je linkerhand. Sensatie voel je in je linkerhand. Beweeg nu weer omhoog met je aandacht langs je arm, langs je linkerschouder, je schouder, je nek. En zink maar met alles in je hart, in je linkerboezem. Ga daar maar helemaal in zitten, in je linkerboezem. Inadem, maak je je hart wat groter, meer ruimte. Laat het volume van je hart wat groter worden op elke inadem. En op elke uitadem omhels je wat je voelt. En laat je hart op je volgende inadem nog maar wat groter worden. Misschien zelfs buiten je lichaam, buiten je boezem. En adem uit, ontspan. Omhels dat wat je voelt, accepteer dat wat je voelt. Duw het niet weg, het mag er zijn. Nog één volle inadem. En maak je hart maar zo groot als de ruimte waarin je je bevindt. Aandacht maar naar je onderlijf, naar je beide benen. En span je onderlijf aan. Span je bilspieren aan, span je bovenbeenspieren aan, je kuiten, je voeten. Adem vol, diep in, voel de spanning. En adem uit, laat je benen en je billen maar helemaal los. Herhalen, dus adem maar in door je neus, span aan met al je krachten, ook je voeten, point je voeten en adem uit, laat het helemaal los. Zak nu helemaal met je aandacht in je rechtervoetsel. Met je bewustzijn naar je rechtervoetsel. Voel ook hier al je teentjes. Voel de sensatie in je rechtervoetsel.
elke sensatie in je linkervoet. In al je teentjes. Misschien voelt het weer helemaal anders dan je rechtervoet. Dat is helemaal oké. Het gaat erom dat je er bewust van bent. En nu ben je helemaal in je lijf. Vind maar het midden van jouw lijf. Wat is voor jou, jouw center, jouw midden? Waar komt alles samen in je lichaam? En vanaf hier hoef je alleen maar te zijn. En hoe voelt dat? Veilig in je eigen lijf. Veilig met het zijn. Misschien kom je erachter dat alles al goed is in dit moment. Wat heb je nu nog nodig? Wat zou je nu nog nodig hebben om je goed te voelen? Misschien voelt het al helemaal goed. Ik wil jullie vragen om de komende 4 minuten... alleen maar te zijn op dit moment, op je adem. Elke keer als die gedachten komen, laat ze maar omhoog gaan als heliumballonnen. Vergeet niet te glimlachen. Smile op je gezicht. Adem naar alle uiteindes van je lichaam. En laat jezelf maar helemaal op elke inadem. Neem je nieuwe energie tot je. Hoe zie je het voor je als je deze staat van zijn meeneemt je dag in? Koffie drinkend, in omgang met anderen. Dit gevoel wat je nu hebt, puur zijn, meeneemt je dag in. Lachend met je medemens. Heel ontspannen. En eigenlijk alles al goed is. En adem uit. Adem maar in voor 9. Rust diep in. En adem. Adem maar in voor 8. Uit. Adem maar in voor 7. Je licht. Stel je maar weer open voor de geluiden, de kleuren, dat wat je ruikt.
maar in voor 7. We hebben geen haast. Maar in voor 6. Misschien vind je het fijn om te gaan bewegen. Jezelf te stretchen. En adem maar in voor 5. Plaats om en om je voeten tegen de mat. Adem maar in voor 4. Open je ogen. Laat het licht tot je komen. Adem maar in voor 3. En adem uit, rol maar op je zij. Adem maar in voor 2. En sport jezelf overeind tot zit. Adem voluit. Adem maar in voor 1. Neem je beide armen in de lucht in. En adem uit. Laat je armen zakken. Namaste. Ik wens jullie een hele fijne dag. Fijn dat jullie erbij waren. Ik zie dat er mensen kijken. Dat is altijd leuk. Fijne dag, hè? Tot de volgende keer.